Volgens Helmut Marco, adviseur van Rebel Racing, is Max Verstappen wel degelijk de man van het team. Dus toch even wat anders dan Christian Horner eerder zei over gelijke kansen die Sergio Perez gaat krijgen in 2023. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op dat abonneerknopje onder deze video. En op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste nieuws. In gesprek met E24 blikt Marco, adviseur van Rebel Racing, terug op het raceweekend in Baku. Het was het gebruikelijke verhaal: Max kon niet overweg met zijn afstellingen. We reden op een stratencircuit en Perez zat er gewoon goed bij. Ja, komend weekend reist de Formule 1 af naar Miami en daar ziet het volgens Marco er toch even weer wat anders uit. En daar verwacht ik Max weer bovenaan. Charles Leclerc zou, net als in Baku, snel kunnen zijn in de kwalificatie, maar de race moet weer van ons zijn. En ik blijf erbij, wat betreft het hele seizoen is Max onze man. Hij is de constante factor. Tot nu toe heeft Rebel Racing nog geen teamorders hoeven te doen en Marco zegt ook dat ze dit niet van plan zijn, zolang beide coureurs elkaar maar heel houden. In Baku streden beide tot het einde om de snelste ronde. Zolang alles beschaafd blijft, grijpen wij niet in. Over de sfeer in het team hoef je je geen zorgen te maken, dat zit wel goed. Perez werd gewoon wakker en zette Max onder druk, maar ik ben ontspannen. Zolang we superieur zijn, is zo'n intern teamgevecht goed voor iedereen. Al dus Helmoet Marco. En eerder deze week maakte EA Sports in samenwerking met Coopmasters bekend dat Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris op de cover van de nieuwe F1-game staan. Terwijl Max Verstappen op de Champions-editie staat. Nou, nu is ook bekendgemaakt wanneer de game daadwerkelijk uit gaat komen. Dat hebben ze gedaan door middel van deze toffe trailer. 16 juni 2023 ligt hij in de schappen. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat de grid binnenkort wordt uitgebreid met een Aziatisch team. Lucky Sun zou namelijk plannen hebben om in 2025 of 2026 als 11e team aan de start te verschijnen. Het team heeft zich officieel gemeld bij de FIA en zou daarnaast beschikken over voldoende financiële ondersteuning. De kas zou gevuld worden door een investeringsfonds uit de Verenigde Staten en meerdere partijen uit Azië. Het team gaat zo snel mogelijk het papierwerk allemaal in orde maken voor de deadline in mei, zodat het mee kan dingen na een plekje op de grid vanaf 2025. Benjamin Durant neemt de rol van CEO op zich. En Durant kennen we nog als een van de mannen achter Pantera Team Asia F1 Team, dat tot eerder dit jaar nog meedeed om een Formule 1 startbewijs. Het volledige statement is te lezen via de link in de beschrijving. Rebel Racing nam afgelopen weekend richting het raceweekend in Azerbeidzjan upgrades mee die vooral te maken hadden met de sidepod van de RB19. Maar het team liep tegen een probleem aan. Geen technisch probleem, maar een ander probleem. Ja, de upgrades die Rebel Racing meenam naar Azerbeidzjan afgelopen weekend moesten er vooral voor gaan zorgen dat de sidepod, dankzij een aanpassing wat anders ging werken. Zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde Formula Uno. De inlaten van de koeling zijn kleiner en langer gemaakt om ervoor te zorgen dat zowel de luchtstroming als de koeling van de sidepod en de auto zou verbeteren. Dat was alleen een klein probleempje, aangezien het team afgelopen weekend alleen de eerste vrije training had om dit te testen, heeft het team allesbehalve een goed beeld van de nieuwe upgrade gekregen. Nou, dit weekend in de Verenigde Staten gaat het wel weer anders zijn. Dan keert de Formule 1 in Miami gewoon weer terug naar het welbekende format van drie vrije trainingen, kwalificatie en een race. Dus genoeg tijd voor Rebel Racing om de nieuwe upgrade dan ook echt goed te testen en af te stemmen op de coureurs en de RB19. Volgens de Italiaanse site besloot Rebel de upgrades wel gewoon mee te nemen naar Azerbeidzjan, ondanks dat ze toch wel wisten dat er weinig tijd zou zijn om de verbetering te testen op de baan. Het zou voornamelijk als basis altijd winsten opleveren ten opzichte van de eerste drie raceweekenden. Volgens de Italiaanse site is het plan van Rebel om tot Silverstone upgrades door te voeren voor dit seizoen. En de Formule 1 heeft op het laatste moment nog een wijziging doorgevoerd aan het tijdenschema van de Grand Prix van Miami. De eerste twee vrije trainingen zullen een half uurtje eerder beginnen dan gepland. En dat betekent dat de eerste vrije training dus gaat beginnen om 8 uur in de avond. En ook de tweede vrije training is dus met 30 minuten naar voren gehaald. Deze sessie begint nu om half 12 in de avond in plaats van 12 uur. De start van de derde vrije training, kwalificatie en de race zijn niet veranderd. Was hem dan het GPFens nieuws van de donderdagmiddag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En dan zien we je morgenochtend weer. Tot dan. Hoi.